En ik ben thuis aangekomen. Ik heb echt geen zin om mijn telefoon of ik heb echt geen zin om mijn camera te gaan halen. Dus gewoon even aan het filmen met mijn telefoon. Maar ik ben thuis gekomen en ik had echt honger. Mijn mama is naar de winkel om eten te gaan halen. Dankjewel, mama. Vanavond eten we wraps, die liggen hier al. Of tortillas. Met kip en groentjes. En ik vind dat wel lekker. Dus daarom ga ik dat nu eten. Maar even een shakeje maken. Ik heb er banaantjes in gedaan. En banaan en appel in gedaan. Want we hebben eigenlijk niet echt ander fruit. Normaal zou ik daar ook nog een beetje rode vruchten of zo bij doen. Maar ik vind het altijd wel lekker. Dus het is de eerste keer dat ik het met appel doe. Dus ik hoop dat het een beetje lekker is. Ik doe er wel melk bij ook, dat wat lopiger is. En dan heb ik een lekkere smoothie voor nu. Dus die ga ik hier even klaarmaken. En ondertussen zet ik de podcast op van Lanterne Rouge. Want vandaag is E3 gereden. Ik denk dat Wout en Mathieu even sterk waren. Ik denk dat ze sowieso samen waren weggereden. Of dat Wout had gewonnen, dat weet ik niet. Dat kan ik niet voorspellen. Maar ik denk sowieso wel dat ze tot op dat punt samen de twee sterkste in de koers waren. Wout reed zelfs nog naar Mathieu, direct na de pater. Dus dat wil zeggen dat ze toch daarna tenminste even sterk waren. Ik denk dat Wout hem gewoon een beetje heeft vergaloppeerd. En ook door die val, dat heeft natuurlijk altijd al een beetje een impact. Dus dat is nog een spannende koers geweest. Ik denk dat nog iets langer dat ze met een twee waren samen weggereden. Want uiteindelijk dat is dan ook minder lastig dan dat je solo achter iemand moet rijden in de tegenwind. Ja, gewoon, hij was gewoon een van de sterkste in koers. En Wout, dat was gewoon een domme fout van hem. Een fout van hem om daar op de kassei te willen springen. Ja, die dingen gebeuren, maar ik denk dat hij content mag zijn met zijn conditie. En Mathieu mag ook content zijn met zijn conditie. Dus leuke koers te zien. Nu is het tijd om dat hier klaar te maken. Eén glas gevuld van hoeveel? 33 centiliter. En het is al bijna helemaal op. Dus ik ga eens even testen. Ik zet jullie hier. Het smaakt eigenlijk gewoon naar bananenmilkshake. Met zo'n hele lichte appelsmaak. Ja, dat vind ik lekker. Ik hou echt van bananenmilkshake. Morgen ga ik mijn nummer gaan ophalen voor de marathon. Dat is spannend. En dan zit ik nu eindelijk terug via mijn camera. Ik ben echt nog steeds aan het denken om... ik wil echt nog steeds de 1 jaar dagelijks vloggen recap maken. Nu zit ik echt al gewoon... Gelijk bijna 2 maanden er overal. Het is gewoon geen goed weer. Ik wil die video buiten gaan opnemen, maar kijk. Allee, wat is dit? De enige dag dat het misschien een beetje goed weer gaat zijn is zondag. Dus op zich zou ik het zondag nog kunnen doen. Omdat die video gaat natuurlijk over de marathon. Maar die marathon stopt natuurlijk al om 2 uur of zo. Dus afhankelijk van hoe ik mij voel, kan ik misschien nog in de namiddag die video opnemen. Want dat is de enige dag dat het nog een beetje zon gaat zijn. Want ik heb gezien op de rest van de week gaat gewoon regenen. Maar nu is het even tijd om de vlog te editen. Die moet online over 6 minuten. Dat gaat sowieso niet lukken. Maar ik ben net terug van mijn stage. Dus die ga ik even afwerken. En dan vanavond ga ik nog even grinden dat de vlogs die van het weekend online moeten komen, dat die ook allemaal online staan, zodat ik een beetje meer tijd heb voor de marathonvideo en dat ik voor van het weekend eigenlijk niet te veel meer moet editen, dat ik me daar niet te veel over moet stressen en dat dat ook in orde komt dus. En dan ga ik misschien vanavond nog even livestreamen ook, want ik vind het altijd wel leuk en ik denk dat het nog een keer leuk is om even gewoon voor de marathon nog eens even te livestreamen. Dus ik ga nu aan de slag met editen en ik zie jullie zo als ik mijn eten ga maken. Ik heb naar mijn statistieken gekeken van afgelopen jaren en dan heb ik 2 dagen voor de marathon niks meer gelopen en 3 dagen voor de marathon mijn laatste loopje gedaan, een recovery. Mijn gemiddelde hartslag was 148 en ik liep 6 minuten 40 kilometer. En dan heb ik ook een keer intervallen gedaan die week, denk ik, of de week ervoor of zoiets. En toen liep ik 5:17, 5:15 ongeveer per kilometer en hartslag 162. En ik heb het gevoel dat ik nu met mijn gewone schoenen 5 minuten per kilometer loop met die Hoka's aan dezelfde hartslag, ook zone 3. Dus dat wil zeggen dat we beter in vorm zijn, denk ik. En ik loop nu 4:20. Aan threshold. En ik denk echt dat ik consistenter en beter heb getraind. Dus ik denk echt dat ik een pak sneller ga kunnen lopen op de marathon. Maar elke keer als ik daarover denk, ik wil me echt niet overdoen. Hè. Ik wil gewoon een negative split lopen. Ik wil gewoon een goede marathon lopen en ik wil me niet overdoen. Maar ik weet gewoon, als ik in zone 3 zit en ik eet genoeg carbs, fysiek gezien zou ik dat moeten volhouden. Het gaat gewoon zijn van, hoe gaan mijn spieren reageren, mijn hamstrings en zo. Maar puur fysiek gezien, zone 3, zou ik wel 3:30 moeten kunnen volhouden, sowieso. Maar elke keer als ik denk aan de marathon, of denk aan iets van de marathon, krijg ik echt zo'n beetje zo'n spanning in mijn hart of zo. Zo'n beetje nerveus zo. En dan heb ik het gevoel dat mijn hartslag zo een beetje sneller gaat. Zo, ken het? En ik ben ook echt aan het traag aan het editen. Ik moet echt doordoen. Oké, we gaan door editen. Nu Loren en dan gaan we lekkere tortillas maken. Tortillas. Welkom bij de allereerste koken met Loren. Nee, het is gewoon even een video waarin we samen lekkere wraps gaan maken, of eigenlijk tortillas. Het is lekker, er zitten groentjes in met kip
En dat is het eigenlijk. Ah, rijst zit er ook nog bij. Dus laten we dat even samen gaan klaarmaken. Stap 1. Als je nog niet kippenblokjes hebt gekocht, kun je die kip snijden. Ik doe dat altijd met een schaar, want dat is veel gemakkelijker. Dit is eigenlijk een pizzaschaar, maar ik gebruik het nu even voor de kip te snijden. Dus kip snijden met de pizzaschaar in een bakje stoppen. En dan vol strooien met kippenkruiden. Je kunt nooit genoeg kippenkruiden hebben. Goed veel opdoen, dat dat een goede smaak heeft en dan goed mengen. Als de kip al wat beter gebakken is, kun je er ahornsiroop op doen, maar die had ik niet. Dus ik heb er nu agavesiroop op gedaan, maar dat werkt ook gewoon. Dit zorgt er eigenlijk gewoon voor dat het een beetje een zoetere smaak gaat geven aan je kip. En dan in combinatie met het volgende is dat echt super lekker. En dan het volgende is kokosbloesemsuiker. Dat is een beetje een lastigere naam, maar daar neem je een paar schepjes van en die strooi je dan bovenop je hoorn of agavesiroop. Het hangt ervan af wat je gebruikt. En dan ga je je kip goed mengen en die ga je weer even laten karamelliseren en ervoor zorgen dat dat goed intrekt in de kip. Ik had opgezocht welke rijst dat er vaak in tortillas gedaan worden en ik zag dat dat lange korrelrijst was en die hadden we niet. Mijn mama ging naar de winkel toevallig en dus ik had haar gevraagd om even een zakje lange korrelrijst mee te nemen. Dan heeft ze dit zakje van Uncle Ben's meegenomen. Sorry voor de mensen die haten, maar dat is super gemakkelijk. Gewoon even opwarmen in de microgolf en dan wat kruiden geven, gewoon om het een eigen touch te geven. Dus ik heb er wat lookpoeder bij gedaan, ik heb er wat piripiri bij gedaan om het wat pikanter te maken en ik heb er wat currykruiden bij gedaan. En dan is het tijd om je wrap of tortilla of whatever te maken. Eerst doe ik er de kip op, dan strooi ik de rijst er een beetje over. En dan doe ik de groentjes nog waar dat er plaats is en dan rol ik hem. Ik weet dat ik rol hem niet op de goede manier, maar het is een manier waarop dat voor mij niet uitvalt en waarop dat ik hem heel, heel kan eten. Smakelijk! Guys, ik zweer het u, dat is echt legendary. Die kip is zo ongelooflijk lekker. Dat is echt mijn favoriet. Normaal doe ik daar, gelijk dat ik zei, ahornsiroop op. Deze keer is het agavesiroop, omdat we dus geen ahornsiroop meer hadden. En dan doe je daar ook gewoon een goede scheut van op. Maar ik ben hier gewoon even aan het genieten, even lekker. Ik denk dat Toulouse ook wel een kipje wordt. Want daarnet had ik zo twee stukjes die zo wat taai waren en die ik moeilijk gesneden kreeg. Dus die heb ik aan de kant gelegd, omdat ik anders als ik die zou moeten eten, zou ik daar ook niet op kunnen kouwen. Dus ik heb die even aan de kant gelegd. En zat die al opgegeten zonder dat ik iets had gezegd. Dus volgens mij, als er daar geen gekarameliseerd laagje op lag, had ze het ook al opgegeten, hè Toulouse? Je vindt dat lekker, hè, kipje.